Je hebt het misschien niet in de gaten, maar wij zien altijd maar één kant van onze maan. Dat komt omdat de maan met precies dezelfde snelheid om zijn eigen as heen draait als om de aarde. Aan de kant die we zien is de mens ook geweest. Het lukte de Amerikanen voor het eerst in 1969. It's one small step for man. Ja, die andere kant van de maan zijn we de donkere kant gaan noemen. Niet omdat het daar letterlijk donkerder is, maar omdat we die kant vanaf de aarde nooit kunnen zien. En vanaf die kant is er ook geen communicatie mogelijk met de aarde. Want radiosignalen kunnen niet door de maan heen. Als je daar astronauten zou laten landen, kun je er niet mee praten. En ook een maanlander zonder bemanning kan niet worden aangestuurd. Maar de Chinezen hebben daar iets op bedacht en daar profiteren Nederlandse onderzoekers nu van mee. Ik vind die lancering en ook de landing op de achterkant van de maan super spannend, omdat het gewoon een heel spannende ruimtevaartactie is. Hè. Ik bedoel, dit is heel bijzonder. Maar wat er daarna gebeurt is voor ons wetenschappelijk gezien echt heel cool. Om een landing aan de andere kant van de maan mogelijk te maken, hebben de Chinezen in mei een communicatiesatelliet gelanceerd. Die hangt inmiddels op een strategische positie achter de maan, zodat je vanaf de aarde met de maanlander contact kunt hebben. Aan die satelliet hangt ook een Nederlandse antenne, maar die gaat heel wat anders doen. Wat er dus van ons op zit, zijn drie lange sprieten eigenlijk. Dan zeg ik het heel denigrerend, maar drie lange sprieten van 5 meter lang, gemaakt van carbonfiber. Dat is dan ons radioantenne-instrument, waarmee we de signalen uit het vroege heelal kunnen opvangen. De signalen die we proberen op te vangen, die zijn heel zwak, die komen uit het vroege heelal. En als we die kunnen zien voor het eerst, dan zijn we voor het eerst in staat om een voorspelling bekrachtigen van de oerknaltheorie, die iets zegt over hoe het heelal ontstaan is.